moderne wiepen, dan hangt gelijk een hele andere nieuwe sfeer. Omdat er ook van alles te doen is en er is leven. Het is echt een zo groot verschil wat het was. Dit is het moment. Hè? Het moment waar je geeft dit aan de mensen. En de mensen zijn de nieuwe gebruikers, bewoners van het gebouw. Je merkt hier ook dat het heel laagdrempelig is. Dat het echt uitnodigend is naar iedereen. Het is belangrijk dat er een openbare publieke plek is in de stad waar iedereen terecht kan. En dan kom je binnen in de bibliotheek, hè, aan die kant. Zie je eerst het stadscafé en dan zie je drie tafels achter elkaar en denk je, wauw, dat is de plek waar je kan zitten. Lokal is een groot open gebouw, een oude loods waar locomotieven in werden gerepareerd. En in dat gebouw is een open trappenlandschap gemaakt. En eigenlijk hoe hoger je gaat, wordt het meer specifiek. Of blijf je misschien ook langer in het gebouw, kan ik me voorstellen. Maar de contact met het publiek is meer dichtbij, dus wordt meer persoonlijker. Meer groepen, meer culturen die bij elkaar komen. Maar ook de samenwerking met Seats to Meet, de samenwerking met culturele instellingen, dat zit ook in dit gebouw. En ik denk dat dat ook zo voelt voor mensen die hier binnenkomen. Het is letterlijk een overdekte publieke ruimte, waar je heel makkelijk naar binnen gaat, ook nog blijft hangen. Nou, je ziet het hier gebeuren. En waar je natuurlijk nog steeds boeken leest. En waar je heel graag met je kinderen heen gaat. En het is een goed voorbeeld voor wat moet de toekomst van de bibliotheken zijn. Als ik hier binnenkom, krijg ik meteen een gevoel van om de boek te pakken en aan tafel te zitten en beginnen te lezen. Ik denk dat dit een unieke bibliotheek in de wereld is, zou ik wel willen zeggen. En die is echt heel goed bedacht, heel goed geprogrammeerd door de stad. En ook bedacht om dat hier naast het station te zetten.